Goeiedag allemaal. Het is vandaag zaterdag 5 juli 2014. Volop zomer, alleen buiten vandaag niet. Het regent een klein beetje hier en daar zijn we blij mee, want het is hartstikke droog. Althans hier in het zuidwesten. En een klein beetje regen en vooral omdat het niet altijd valt, dat is goed voor alles. Het gras in de wei, dat wordt hier en daar behoorlijk bruin. En dan kun je ook zien dat het te droog gaat worden. Maar er is nog volop eten voor de koeien, dus wat dat betreft, en toch die mensen zorgen te maken. En de mais, ze staat er goed bij en die gedijt eigenlijk redelijk goed in warmte. En voor de melkveehouders in Nederland breken er toch eigenlijk goede tijden aan en die zijn eigenlijk al bezig. En vooral omdat er ook weer een nieuwe speuler op de markt komt die zuivel, die melk wil kopen. En we lazen in de Telegraaf van gisteren dat Fronterra klaar voor fabriek in Friesland. Kijk, ik weet niet of jullie het gezien hebben of ergens anders gelezen, maar dat zijn toch berichten. Ja, als je dat krantenbericht leest, dan breken er toch andere tijden aan voor de melkveehouderij in Nederland alweer. Want ja, de markt was tot op heden eigenlijk behoorlijk dicht getimmerd. De grote speuler, zeg maar, degene die de baas was in Nederland, Friesland Campina. Dat is toch eigenlijk wel de dominantegene die de markt in handen heeft, coöperatie. En dan komt er nu plotseling een nieuwe fabriek bij in het hart, zou je kunnen zeggen, van de Nederlandse zuivelwereld. En dat is dan wel Friesland in Heerenveen. En de fabriek is in aanbouw en men verwacht er heel veel van. Men is van plan, laten we, om te beginnen met zo'n 100.000 ton kaas te gaan maken. Nou, dat is nogal wat natuurlijk. Dat is een buitengewoon hoeveelheid kaas en die moet dan geëxporteerd worden of afgezet worden. En er hebben natuurlijk melk voor nodig en we weten ook nog niet wat voor soort kaas het wordt. Ja, dat zal allemaal nog bekeken worden. Maar dat zijn alvast signalen die naar de markt worden gegeven, die de Nederlandse melkveehouderij alvast in zijn notitieboekje kan opschrijven. Ja, en dan een belangrijk bijproduct van de melk, van de kaasmakerij, dat is wei, zeggen ze. Dat is ook zo. En wat gaan ze daarmee doen? Ja, daar kunnen ze van alles en nog wat mee maken. En daar zijn ze ook heel erg op gebrand. En dat is dan een waardevermeerdering, een toegevoegde waarde van hetgeen ze van plan zijn daar in Heerenveen te gaan doen. Ja, en dan komt er nog bij dat die Fronterra, dat is een bedrijf uit Nieuw-Zeeland, we zouden zeggen, kunnen ze het nog verder zoeken, maar ze weten waar ze zijn, want in Nederland is natuurlijk een prachtig zuiver land, dat weten we allemaal. Dus ze komen naar Nederland toe, strategisch gelegen natuurlijk ook voor export enzovoort enzovoort. En dan gaan ze samenwerken met het Britse Dairy Crest. En Dairy Crest, dat is eigenlijk ook een hele grote zuivelverwerker, die ook ontzettend veel melk verwerkt. En die samenwerking, zijn allebei, laten we zeggen, Engels sprekende bedrijven in een internationale markt, die gaan er wat van maken in Nederland. En we zijn ontzettend benieuwd hoe zich dat gaat ontwikkelen. En ik denk de melkveehouders natuurlijk ook. Want ja, wat doen we? Op het ogenblik hebben we eigenlijk niet zoveel te klagen. Hè? De melkprijs is goed, de vooruitzichten zijn goed. En waarom zouden nou bij uw coöperatie of bij die paar particuliere ondernemingen die er in Nederland zijn, waarom zouden we dan nou weggaan? Je zit er toch goed, hè? Je krijgt een mooie prijs, het is veilig, ze nemen uw melk af en je weet wat aan toe zijn. Maar ja, de verleidingen die zijn natuurlijk toch altijd groot. Hè? De verleidingen zijn groot. Want ja, Aster, hoe krijg jij nou uw melk? Hoe krijgt Fronterra nou zijn melk? Want laten we wel wezen, al die melkveehouders die nou in Nederland zijn, ja man en de vrouw, je weet het allemaal, waar gaat er nou met uw melk naartoe? Dat is bekend, want uw melk gaat iedere dag netjes weg. En hij wordt netjes betaald. En dan zullen ze toch op een andere manier, die fabriek zal aan zijn melk moeten komen. En dan moet hij halen bij de bestaande melkveehouders. Want ja, die zitten nou helemaal in Nederland dichtgetimmerd. Daar komen geen melkveebedrijven meer bij. Dat is natuurlijk uitgesloten. Ze kunnen alleen nog meer gaan produceren. Die kans is natuurlijk wel aanwezig. Een ander aspect van dat hele geval is natuurlijk dat de coöperatie is oppermachtig, zou je kunnen zeggen, hier in Nederland wat de zuivelverwerking betreft. En nou komt er een grote particuliere speler bij. Dat is interessant, hè? Want ja, particuliere coöperatie, dat was lange tijd toch wel een klein beetje dat ze tegen elkaar opstaan te boksen. En dat gaat dan misschien nou weer beginnen. Want ja, je moet agressief op een of andere manier in die markt komen om die melk binnen te halen. Want anders dan zullen we toch niet aan het draaien kunnen.
En wie zal er nou bezwijken, zouden kunnen zeggen, voor de verleidingen van Frontera? Hè? Waarom zou je nou veranderen als boer? Maar ja, wij zijn allemaal gevoelig voor geld. Ja, we kunnen het ook niet helpen. Dat zit nou helemaal in de boerenaard. Hè. Over het algemeen zijn ze toch gevoelig voor geld. En als een ene wat meer biedt dan een andere, en ze kunnen dan ook nog een klein beetje een garantie geven dat ze het blijven afnemen, want dat is natuurlijk toch wel waar je voorzichtig mee moet zijn. Want je kunt wel heel snel overstappen. Maar ja, als het dan later misgaat, dan willen ze ook bij de coöperatie ook niet meer hebben. Dan zeggen ze, ja jongen, jij dacht dat je het ergens anders beter kon vinden en dan moet je maar zorgen dat je daar blijft. Hè. Maar ja, het zal om een betere betaling gaan, dat zit er duidelijk in. En dan is het maar de vraag, wie zal er nou bezwijken voor de verleidingen? Wie zal er vreemd gaan, zou je bijna kunnen zeggen, of wie blijft er trouw? Hè? Het is bijna een menselijk drama, zou het kunnen worden. Maar goed, het is afwachten. En de concurrentie, daar moeten we toch met z'n allen best blij mee zijn als boeren. Hè? Want hoe meer concurrentie we krijgen, hoe meer kans dat er is dat je een gezonde markt krijgt. Hè. Ze moeten elkaar niet dood concurreren, maar een goede concurrentie op de zuivelmarkt, dat kan geen kwaad. En er komt ruimte, want laten we wel wezen, de quotering hè, die gaat eraf. Er is ruimte op veel bedrijven om wat meer melk te gaan produceren. En er wordt in dat krantenartikel, dat wordt beweerd, wij weten niet of dat allemaal waar is, we gaan het ook niet allemaal natrekken, dat die boeren, die coöperatie, die de melk aan de coöperatie leveren, die hebben ook de kans om een bepaalde hoeveelheid te leveren aan een ander bedrijf. In dit geval zou dat dan kunnen zijn aan Frontera. Of dat waar is, dat weten we niet. Maar in ieder geval, de quotering, afschaffing van die quotering gaat ongetwijfeld meer melk opleveren. Dat verwacht iedereen. De grote rem zal natuurlijk dan zijn, ja, waar blijven we dan natuurlijk met die mest? Wat kunnen we daarmee doen? Maar goed, dat is een hoofdstuk apart. Frontera schrijft in dat artikel dat ze hopen op de duur op een miljard liter melk. Een miljard liter melk, dat is een 1-0 met 9, of een 1 met 9 nullen erachter. En ja, als je dan gaat rekenen dat er, laten we zeggen, of de gemiddelde koeien in Nederland zo'n 9000 liter per jaar produceren, gemiddeld, hè, dat is maar gemiddeld genomen, dan komt er uit op zo'n 112.000 koeien, die dan die 1 miljard liter melk moeten gaan leveren. Nou, gaan we er dan vanuit dat je, laten we zeggen, een gemiddeld melkveebedrijf zal zijn. Nou, je moet zeggen, denk van een 100 koeien, pak een 100 koeien vooruit, waarom niet 100 koeien, dan komt op een 1120 boerderijen melkveebedrijven uit die dan hun melk binnen die 1 miljard liter zouden gaan leveren aan Frontera. Allemaal theorie gepraat natuurlijk, maar zo zouden kunnen denken. Hoe dan ook, we zijn benieuwd hoe die ontwikkeling zich zal laten zien. Hè. Wie gaat erover, wie blijft er en hoe krijgen ze die melk vol? En in hoeverre is zo'n Frontera bereid te gaan rijden voor melk? Want ja, als je in Heerenveen zit, dan zit het al wel mooi in het hart van Friesland en zo. En dan kun je daarom melk proberen weg te halen. Maar ja, tot hoever zijn ze dan bereid? Gaan ze dan bij wijze van spreken echt in het Campina-gebied zitten in Brabant, waar ze proberen wat boeren los te weken? Gaan ze zelfs nog over de grens, ook richting Duitsland? Je weet niet waar stammen vandaan halen, zolang het maar rendeert. Hè, daar gaat het om. Nou ja, in ieder geval, het zijn leuke, spannende tijden voor de melkveebedrijven. De vraag naar zuivelproducten, die neemt wereldwijd toe. En vooral de Chinezen, die zitten erachter, dat weten we allemaal. We kennen allemaal die affaire met die melkpoeder die we hebben gehad. Dat zijn toch heerlijke momenten voor een boer. Dat zijn heerlijke momenten dat je ziet als melkveehouder dat er zoveel vraag komt naar de producten. Daar kun je alleen maar heel blij mee zijn. Dan kun je iedere dag, als je 's morgens opstaat, doen ze lieve neer danken op je blote knieën dat de situatie zo is veranderd. En dat wij van boterbergen en overschotten en de noodzaak tot quotering, dat we dat nou allemaal achter ons kunnen laten. Ja, dan komt er natuurlijk een nieuw spook, dat hadden we toen net al even gezegd, een nieuw spook op de achtergrond opdoemen, vooral in Nederland. Hoe gaan wij die uitbreiding, als we dat al winnen, gaan we dat met die mest compenseren? Dat zal nog even een vraagstuk blijven, maar het feit is toch dat wij Nederlanders hier zijn toch inventief en we gaan daar wat op vinden, dat weet ik zeker. En dan op een bepaald moment dan zijn we vrij en dan kunnen we onze gang gaan. Voor zover we weer niet door andere manieren worden geremd. Maar het zijn mooie tijden die eraan komen. En we wensen Frontera en Dairy Crest natuurlijk alle succes. Want ja, we houden van de coöperatie, maar laten we wel wezen,
de particuliere bedrijfsleven, dat heeft toch ook voor onze warme sympathie. Want ja, die twee hebben elkaar toch altijd in evenwicht gehouden. En het is niet goed dat de ene partij te sterk wordt en de andere partij te zwak. Dus ja, mannen en vrouwen, melkveehouders. Ja, we gaan goede tijden tegemoet, maar jullie niet alleen. Want het is ook zo, de akkerbouw, daar gaat het ook niet slecht. Hè. In het algemeen mogen we niet klagen in de agrarische sector. En laten we daar blij mee zijn, want ja, daar doen we het toch allemaal voor. Mannen en vrouwen, ik zou zeggen, maak er een mooie week van. En we zien wel hoe de ontwikkelingen zich verder laten zien. Houdoe en tot volgende week.